Leuk dat je kijkt. Ik heb vandaag een nagellakstash video voor jullie. Die heb ik al een hele tijd geleden gemaakt, maar inmiddels zijn er wat dingen veranderd. Ik heb wat nieuwe lakjes, wat oude lakjes weggedaan. En het leek me leuk om even alles aan jullie te laten zien. En aangezien jullie dat altijd leuk vinden en ik vind het leuk om zulke video's op te nemen, leek het me leuk om dat een keer te doen. Ik dacht, dan is iedereen weer blij. En ik ga gewoon laten zien al mijn nagellak dingen die ik heb. Ik ben bang dat het een lange video gaat worden, dus alvast sorry daarvoor. Maar ja... Dat is gewoon lastig, want ik wil alles goed laten zien. Dus ja, heel veel kijkplezier en dan ja, geniet ervan. Dit is dus al mijn nagellak. Hier een bak met ja, nail art dingetjes en andere dingen. En dan heb ik hier nog een witte bak van Ikea. En daar zitten dan echt mijn nagellakjes in en ook wat nagellak remover en zo. Dus dat ga ik allemaal even één voor één laten zien. Dit is eigenlijk wat er allemaal in die bak zit. Ik zal hem even inzoomen en alles even laten zien. Het eerste wat erin zit is een nagelverharder extra sterk van Heron. Die wil ik gaan gebruiken als mijn andere nagelverharder op is. Maar ik vind het zonde om dan die 1,5 te gebruiken en dan deze te beginnen. Dus dit is een soort backup. En die heb ik dus ook in dat bakje. Dan zitten gewoon wattenschijfjes in om mijn nagellak eraf te halen als ik er met wattenschijfjes wil gebruiken. Dan heb ik hier nog wat stickers. Dit zijn stickers die je dan op je nagel kan plakken om ze gewoon te versieren. Van de Essence zijn deze eigenlijk allemaal. En ik moet zeggen dat ik het nu niet heel vaak meer gebruik. Ik gebruikte het wel vaak, maar nu wat minder. Maar eigenlijk is het best wel leuk. En er zitten twee paar nagelstickers in. Deze is van Pinky Tees. En deze van Max & More van de Action. Ik heb nog nooit nagelstickers gebruikt, omdat het me gewoon heel vervelend lijkt. Ik wil het wel een keer gaan gebruiken, maar dan moet ik nog eventjes kijken. Dan heb ik er drie nagelwielen in zitten. Die heb ik nog niet gelakt. Dat wil ik ook nog eens een keer gaan kijken hoe ik dat wil gaan doen. Het leek me handig om dan gewoon zo te kijken. Goh, wat wil ik op mijn nagels? Nou, doe ik die vandaag eens op. Maar ik moet daar nog eventjes kijken wat ik daarmee ga doen. Dan zit er ook nog een Ebeline. Even kijken, dit is voor je nagelriemen. Een spulletje, die heb ik laatst opgestuurd gekregen van de Glossy of van de Beauty Box. Ik heb er eigenlijk nog helemaal niet naar gekeken. Maar het is een... Een nagelriemcreme. Of zo. Nou ja. Wel leuk. En dan komen we aan bij dit bakje. Wat er als eerste in zit zijn heel veel nagelfijlen. Dan zitten hier ook nog wat nail art dingetjes in. Deze van Essence. Ik krijg een dotting tool van Hema. Nog een nagelveldje. En dit is mijn neppe Conat setje. Die ja, aardig vies is. En die ik nu eigenlijk bijna nooit gebruik. Meer. Maar goed. Het is wel leuk om die te bewaren. Even kijken, nog wat teenspreiders. En wattenschijfjes, staafjes. Dit zijn van die speciale met ook een puntje. En dan nog zo'n stiftje met nagellak remover. Nog twee Essence Nail Care pennetjes, potloodjes, waar ik echt heel erg fan van ben. En ja, daar heb ik er gewoon twee van. Even kijken. Nog meer allemaal in zit. Oh, een bokkenpootje. Houten bokkenpoot dingetje. En een nagelvel nog. En nog zo'n punt. Daar kan je dus onder je nagels viesheid mee vandaan halen. Gebruik je eigenlijk bijna nooit. Sponsjes voor eventuele nail art van die... ja, hoe zeg je dat? Ombre nails. Waar ik echt totaal niet goed in ben. Maar goed. Dit zijn tandenstokers. Ook voor nail art. Een nagelknipper. Een puntslijper, dat is dan weer voor die potloodjes van Essence. En er zit nog een mini lemony flutter in. Wist ik eigenlijk, wat ben ik al vergeten dat ik deze had. Want deze zit echt nog helemaal vol. Dus dat is heel fijn. Daarbij vind ik niet vervelend. Misschien dat ik deze gewoon in mijn tas doe of zo. Dat is misschien een goed idee. En dan zitten hier nog twee buisjes in met nail art dingen. Ja, van die hartjes zijn dit. Oh nee, bloemetjes en hartjes, ja. Dus dat. En dan is dat alles wat er in het roze bakje zat. Dan heb ik de grote witte bak van Ikea. Ik zal eerst even alle dingen eruit halen die wat geen nagellak is. En dan zal ik straks alle nagellakjes per kleur even laten zien. Het eerste wat erin zit is een nagellak remover. Een grote lemony flutter, die heb ik in Londen gekocht. En ook, ik vind dit echt heel fijn spul. Dit is zo'n... Ding, daar kan je nagellak mee drogen. Heel fijn. In eerste instantie dacht ik dat het niet zou werken. Maar uiteindelijk ben ik er toch wel tevreden over. Dan nog zo'n potje. Zo'n dip. En zo'n dip nagellak remover. Dus dan, ik weet niet of jullie dat kennen. Maar dan doe je hem open.
zit er zo'n gat in, doe je daar je nagel in, draai je rond. En dan is je nagel er gewoon af. En dit gebruik ik heel erg vaak. En dit vind ik ook heel fijn spul. Dan heb ik nu hier nog een setje van de OPI van de Mariah Carey collectie. Met dit zijn allemaal die liquid sand lakjes. Vind ik heel erg mooi. Vooral die rode en die paarse vind ik heel erg mooi. En die draag ik ook nog wel eens. Ja, vind ik gewoon leuk. Dan ligt hier een mini placematje. Hier doe ik altijd mijn nagellak op. En als ik foto's maak voor mijn site, dan doe ik die ook altijd hierop van nagellak. Over het knoeien en zo, dan wordt je tafel of je bureau waar je dan ook je nagellak niet vies. Dus dat vind ik heel erg handig. En dan zit er nog een tasje in. En ik zal even laten zien wat er in het tasje zit. Want dit tasje, als ik gewoon een basis mijn nagels doe, zoals nu, dan zit hier alles in wat ik dan gebruik. En ik zal even laten zien wat er allemaal in zit. Als eerste mijn glasvel van Heroom. Ben ik heel erg blij mee. Kost wat, maar ik heb hier echt heel veel plezier van. En daar zit al zo'n dingetje bij waar je hem in kan doen en een hoesje. Dan om het nagels te verzorgen heb ik de Trint Nail Balm. Die vind ik heel erg fijn. Die doe ik gewoon voor mijn nagellak. Doe ik die nog even op. En ik heb de Chip Skip van OPI. Dit is voor chippen, zeg maar, om dat tegen te gaan. Ik weet niet heel erg of het werkt, maar ik gebruik het wel altijd. En mijn nagels chippen wel minder. Dus ik denk wel dat het werkt. Ja, dus die is ook heel fijn. Het is een testertje van de Lemony Flutter in, die echt al bijna op is. Dus dan kan ik mijn grote... Oh, hij valt naar beneden. Dan kan ik die grote gaan gebruiken. Nog zo'n Essence potlood voor je witte randjes. Een kleine knipper voor mijn vingers, die ik eigenlijk bijna nooit knip. Eigenlijk nooit. Maar goed, tenzij het heel dramatisch is, dan knip ik ze allemaal af. Maar meestal gebruik ik die niet. En ik heb een groot knipper speciaal voor mijn teennagels, want ik ben echt een ramp met teennagels knippen. En zo'n grote, dat is wel heel handig. Dan heb ik dit nog. Dit is aan deze kant een bokkenpootje. En aan de andere kant is het een soort veetje. En dan kan je dan bij je nagelriemen echt de niet je nagelriemen eraf snijden, maar zeg maar het gedeelte wat echt loshangt, geen gevoel in zit en een beetje nutteloos is, zeg maar. Dat kan je er dan afhalen, zodat je mooiere nagelriemen hebt. En dan zit er nog mijn nailharden die ik op dit moment gebruik. Gewoon van Kruidvat, eigen merk, de Extra Strong. En die vind ik gewoon heel erg fijn. En die droogt gewoon snel, dus dat is gewoon prima. Dus dat is wat er allemaal in dit tasje zit. Die gebruik ik altijd, als ik mijn nagels doe, gebruik ik deze altijd. Dan ga ik nu even alle nagellakjes op kleur even verzamelen, want dan kan ik het even gewoon duidelijk laten zien. Ik begin even met de basis, dus niet echt de kleurtjes. Dit is een vitamine... even kijken, calcium hardener van Hema. Dit is een vitamine booster gel, ook van Hema. Van Essence, de Rock Solid. Dat is ook gewoon een nail hardener. Dan heb ik een setje, een French manicure setje van Essence. Nog een doorzichtige van Essence, een doorzichtige van Rimmel. En een topcoat van OPI. En dat is mijn favoriete meteen, de topcoat van OPI. Dan kom ik aan bij de zwart en grijze. Eigenlijk heb ik maar één zwarte lakje en dat is deze van Miss Sporty. Dan heb ik nog een grijze van Primark. Een grijze van Basic, die heb ik een keer in Duitsland gekocht. Een glittergrijs van Hema. Een 60 Seconds nagellak grijs van Rimmel. En nog een witte, dat is ook mijn enige witte, van Catrice. Dus ik heb één witte en één zwarte en ja... Prima. En mijn favorieten, ik heb, dit is niet echt een kleur die ik heel, heel, heel vaak draag. Maar ik moet zeggen dat ik deze wel heel erg mooi en fijn vind. Dit zijn mijn blauwe en mijn groene lakjes. En mijn mint lakjes. Die twee, ik weet namelijk niet, is het nou mint groen, mint blauw? Dus ik dacht, ik doe dit gewoon samen, want ik heb er toch niet zoveel. De eerste blauwe is van Calvin Klein. En die heeft een hele mooie shimmer. Deze is van Miss Sporty. Deze twee van Barry M. Dit is een jelly lakje. En dit is een zo'n sandstijl lakje. Dan een lichtgroene van Elf. Een vrij felgroene van Essence. En echt een neongroene van Primark. En deze lege groene van The Pieces. En mijn favorieten zijn deze twee van Barry M. Deze is gewoon heel leuk voor... als je gewoon een leuk kleurtje wil. En deze is voor een leuk kleurtje en nog wat extra's. En ik ben heel erg fan van Barry M. Dus ook van deze twee. Dus dat zijn mijn favorieten van deze.
Dit zijn al mijn rode lakjes. Eerst deze, die heeft een beetje bruinige kleur, maar er zit een hele mooie rode shimmer in. Die is van Calvin Klein. En dit is van Catrice. Deze heeft ook een hele mooie shimmer erin. Je kan het niet zo heel goed zien nu op de camera, maar deze vind ik echt prachtig. Gewoon een basic rode van Primark, van Miss Sporty, van Ethos, van Essence. En deze is een wet look van Hema. En deze twee zijn meer een beetje bordeauxrood. De kleuren komen niet heel goed op de camera over. Dat is wel jammer. Maar ja, dit zijn dus alle rode. En deze is iets meer bordeauxrood. En mijn favoriete is zeker weten deze van Catrice. Deze heet Marilyn and Me. En deze vind ik echt prachtig. Want het is gewoon rood op het eerste gezicht. Maar als je goed kijkt zie je ook de glitter. Misschien dat je het nu wat beter ziet nu ik in heb gezoomd. Maar deze heeft een hele mooie shimmer en ik vind het heel erg mooi. Ook bijvoorbeeld voor kerst of zo is dit prachtig. Dus dat is uit deze, mijn favoriete. Dan komen we aan bij roze, een van mijn favoriete nagellakkleuren. Deze is van China Glaze, Hema, Revlon, Primark, Essence, Vogan. Nog een keer Essence, ik weet niet of die hetzelfde zijn. Oh nee, want deze heeft een beetje een blauwe shimmer en die andere niet. En deze van Essie. En deze zijn mijn favorieten, die van China Glaze. Dit is echt een heel fel roze lakje. En deze van Essence, die vind ik iets subtieler. Dus dit zijn echt mijn favorieten. Dan komen we aan bij een beetje de nude lakjes. Als eerste deze van de Ultimate Nude van Catrice. Ik vind het meer roze, maar er staat nudes op. Dus ik dacht, doe ik die lekker hierbij. Eentje van Essence, van Bourjois, van die kleine potjes zijn dat. Nog een Ultimate Nude van Catrice. Deze van OPI, deze van Hema, deze van Primark. En nog een Essence, die heeft, ja, dit is meer ook een ja, roze shimmerlakje. En deze van Mawala of zo. Die heb ik een keer bij de Glossybox gekregen. En ja, dat is ook een nude. En de favoriete uit deze vind ik echt deze. Deze vind ik heel mooi. Ja, ik vind het meer roze dan nude eigenlijk. Maar goed, ja, heel erg mooi. En die van OPI is ook gewoon heel draagbaar. Dan kom ik aan mijn paars en ik kom er nu achter dat ik heel veel paars heb. Want ik heb gewoon echt de donkere paarse. Maar ik heb ook heel veel lichte paarse. Deze hoort trouwens nog bij de donkere. Maar daar heb ik dus ook heel veel van. Deze van Elf, dit is meer een beetje een roze paars. Deze van Essie, van Primark, van Catrice. Dit is zo'n Airblow lakje. Dus die bedekt je nagels dan niet, maar toch wel. Ja, ik weet niet zo heel goed. Van Paris Moments, Essence is dit, sorry. Rimmel, die dekt niet zo heel goed, wat heel jammer is. Barry M, Essence, Catrice van de Limited Edition. En nog een van Elf en deze verstopt van Hema. En mijn favorieten van deze zijn, moet ik even goed denken hoor. Deze, echt deze, deze vind ik zo mooi van Barry M. Ik ben zo heel fan van Barry M. Ik heb 3 lakjes van Barry M. Heb ik er 3? Ja, en dat zijn gewoon echt favoriete lakjes. Dus deze en ik vind ja, die eigenlijk vooral. En de rest, ja, eigenlijk die. Meer niet. Dat waren mijn paarse. Dan kom ik aan bij mijn koraalkleurtjes, gele kleurtjes, oranje kleurtjes. Deze gele van Paris Moments, deze neongele van Primark. Deze hele schattige lichtgele van Hema. Deze koraal van Essence. Echte oranje van Essence. En nog een koraalachtige, ja, roze. Het is neigt meer naar roze. Van Vogan. Deze van Revlon, waar ik echt heel benieuwd naar was. Maar deze verkleurde mijn nagels echt knetterhard. Wat heel jammer was. Maar goed, verder wel een mooi lakje. En deze van Primark. En mijn favoriete hieruit is denk ik deze van Hema. Dat is gewoon zo'n schattig kleurtje is. Dan zijn dit mijn speciale lakjes. Ik dacht het leek me bij deze lakjes wel leuk om even goed in te zoomen. Zodat je ook echt de special effect zeg maar ziet van de nagellakjes. Dus dat ga ik even doen. Dit lakje van MNY heeft een hele mooie gouden shimmer. Dit lakje van NYC is een beetje een, ja, een sterrenhemel vind ik zelf. Zwart lakje met zilveren grote en wat kleinere glitters. Dan heb ik deze twee van Action. Deze zijn een beetje met glitter, maar dit zijn van die magneet lakjes. Dit is een beetje zo'n olie lakje. Deze heet Metal Flow en deze geeft hele mooie verschillende kleurtjes. Wat je ook bij olie hebt bijvoorbeeld, maar ook bij bellenblazen, zeg maar, zulke soorten lakjes. Dit vind ik ook wel heel erg mooi. Dan dit lakje van Golden Rose, van Jelly Jewels. En deze is heel mooi met een confetti, maar ook met een witte lak, zeg maar. Meestal zie je zulke dingen met doorzichtig, maar dit is echt met wit.
Dus die is wel heel erg mooi. Dan deze twee, dit zijn van die crackles. Die ik eigenlijk nooit meer draag, maar ja, die heb ik nog wel. Dan heb ik drie stripers van de Action. En deze twee hebben mooie glitters en deze is zwart. Nog een witte striper van Essence. En dit zijn van die druppeltjes waarmee je je nagellak snel kan laten drogen. Dan heb ik ook nog toppers, zeg maar topcoats met een special effect. En die laat ik ook even zo op deze manier zien, van zo dichtbij. Dit is een, hoe zeg je dat? Glow in the dark lakje van Janet of Janet, ik weet het niet. Die heeft een subtiele glans, maar die is voor glow in the dark. Dan deze van Paris Moments met hele mooie rosé gouden glitters. Nog een zilveren van Paris Moments. Eentje van, ik weet niet, La Gem, ik weet niet, van Big Bazaar. En deze heeft hartjes, dus dat vond ik ook wel leuk. Voor nail art is dit ook wel heel erg ja, leuk en schattig. Dan nog deze van Catrice met een mooie, ja, grijze, maar toch ook lijkt het wel een beetje blauwe glitters. En nog deze nail art topper, confetti topper van Essence. Dan nog eentje, nog een van de Essence. En die heeft hele mooie groene, blauwe, een beetje zeemerminachtige glitters, vind ik. Een matte topcoat van Hema. Een mooi lakje met flakies van China Glaze. En de favoriete uit deze is toch wel deze van China Glaze. En deze van Jolly Jewels. Die vind ik allebei heel erg mooi. En dat waren eigenlijk al mijn nagellakjes. Dit was dus de video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Mocht er nou een nagellakje tussen zitten waarvan je denkt, hoe heet dat lakje? Wat is dat lakje? Is het fijn? Nou, je wilt er iets over weten. Laat het dan gewoon even weten in de reacties. Dan kan ik je daar gewoon antwoord op geven, mocht ik het weten. Als ik het niet weet, kan ik daar geen antwoord op geven natuurlijk. Maar dan zou ik dat even zeggen. En doe dat vooral. In de beschrijving staat ook nog dingen waar je me kan volgen, mocht je dat leuk vinden. En je kan ook deze video liken natuurlijk, met een duimpje omhoog. Doe dat vooral als je hem leuk vond. En heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doeg!